Het is gewoon een keigave ontdekking. We vieren altijd met trots de Alkmaarse victorie. Maar misschien valt er nog wel veel meer te vieren. En gaat de geschiedenis veel verder dan dat. Het enthousiasme van Nancy, dat werkt natuurlijk ontzettend aanstekelijk. Als stadsarcheoloog is het echt een droom die uitkomt om zo'n unieke structuur te mogen vinden. Als wethouder ben ik natuurlijk ongelooflijk trots op deze ontdekking. En fantastisch hoe wij een stukje geschiedenis kunnen herschrijven en nog meer kunnen toevoegen. Het lijkt hier nu heel rustig, maar eind 13e eeuw was deze polder het strijdtoneel in de bloedige strijd tegen de West-Friezen. We staan hier aan de Munnikenweg voor het bord bij het terrein van Kasteel de Middelburg. Op dit bord staat een stuk geschiedenis over deze plek, over de dwangburg die hier vroeger heeft gestaan. En het mooie is dat ik met trots kan vertellen dat we dit bord in de toekomst in de prullenbak kunnen gooien, omdat we de geschiedenis kunnen gaan herschrijven. Achter ons zien we nu dat ze heel mooi innovatief archeologisch onderzoek aan het doen zijn. En wat we hebben ontdekt is dat de structuur er heel erg anders uitziet. Een nieuwe ontdekking, een nieuw stukje geschiedenis kunnen we in beeld brengen. Hiervoor heeft namelijk een voorpoort gestaan, een zogenaamde barbacane. Dat hebben we nog nooit met elkaar eerder vastgesteld. En het mooie is dat ons archeologisch team nu dat heeft gezien, maar ook terug heeft gevonden in bronnen. Namelijk in een grafelijke rekening van lang geleden staan ook al de eerste aanwijzingen. En als je deze structuur die we nu vinden en die grafelijke rekening en die aantekening die daarbij staat combineert, kunnen we met overtuiging vertellen dat hier in het verleden heel anders heeft uitgezien. Dit bord kan dus weg, kan de prullenbak in en we kunnen hier een nieuwe tekst op gaan zetten. En daar ben ik als wethouder ontzettend trots op. Zoals de wethouder net al aangaf, de huidige reconstructie op het bord kan de prullenbak in. Want in november vorig jaar hebben we hier ook een geofysisch onderzoek gedaan. En daar hebben we in de data een hele onverklaarbare structuur gevonden die we nu nader aan het onderzoeken zijn. En de wethouder heeft het al verklapt. We hebben hier de allereerste barbacane gevonden. Eigenlijk een versterkte voorpoort bij een kasteel in Nederland. Is nog nooit eerder gevonden. En het mooiste is dat ik in het archief, in de grafelijke rekeningen, ook echt de vermelding heb kunnen vinden dat in 1445 onderhoud wordt gepleegd aan de barbacane. Vorig jaar hebben we ook een meting gedaan met iets andere apparatuur en iets andere instellingen. En daar zagen we al een stuk van de gracht terug, een stuk van de funderingen. Maar daar zagen we ook een vreemde klomp, ander materiaal, laten we het zo maar even noemen. Ik als geofysicus kan niet zeggen wat dat is, of wat voor materiaal dat is, of wat dat geweest is. Ik kan alleen maar zeggen, hé, daar zit iets raars. Dat contrasteert zo duidelijk ten opzichte van zijn directe omgeving. En daarom doen we nu een iets andere meting en dan proberen we die klomp of die blob wat meer vorm te geven. Kasteel de Middelburg is gebouwd door Floris de Vijfde. Floris de Vijfde was de zoon van Rooms-koning Willem II. En ze hadden beide een bijzondere connectie met Alkmaar. Rooms-koning Willem II stichtte de Torenburg. En Torenburg kent eigenlijk iedere Alkmaarder, bewust of onbewust, omdat het nog steeds in het stadswapen staat. En Alkmaar was eigenlijk in het conflict met de West-Friezen een soort belangrijke grenspost. En vandaar dat er hier dus eigenlijk op een hele korte afstand drie kastelen bij elkaar staan. Wat je eigenlijk nergens anders in Nederland ziet. Een grondradar is een apparaat wat eigenlijk contrastverschillen in de bodem probeert te registreren. Het zendt een signaal de bodem in en dan komt het signaal terug. En op basis van die reflecties proberen we plaatjes te maken wat er zich in de bodem bevindt. Het kasteel kent een roerig bestaan. Na het oprichten in 1282 door Floris de Vijfde, of om en nabij die koers, dat zijn we nog precies aan het uitzoeken, heeft het in zijn bestaan een aantal verwoestingen gekend. Uiteindelijk in 1517 kwam Grote Pier hier langs met zijn rebellenleger. En die heeft het kasteel echt met de grond gelijk gemaakt. Ook kasteel de Nieuwburg, dat hier 600 meter verderop staat, is in die tijd ook met de grond gelijk gemaakt.
Het kasteelterrein is een wat wij noemen een archeologisch rijksmonument. Dus dat wil zeggen dat de resten die hier zich in de bodem bevinden beschermd zijn. Wat we nu aan het doen zijn met het onderzoek, ook van november, is die resten beter in kaart te brengen, zodat we het terrein eigenlijk nog beter kunnen beschermen. Want het blijkt nu wel met deze fantastische resultaten dat wat er hier in de bodem zit de moeite is van het beschermen.